Sillissen. Hou hem tegen. Ah! Het is over. De halve finale is de eindhalte voor het Nederlands elftal. That's it. It is the ultimate failure for the Netherlands. Het is de steen waaraan Oranje zich keer op keer stoot. Nederland is al verdronken. Blind weet het. Publiek weet het. Spelers weten het. En het laatste restje hoop is daarmee de grond ingeboord. This team has forgotten how to win. De derde plaats in een pool met IJsland, met Tsjechië en Turkije raakt uit beeld. Nederland heeft het niet meer in eigen hand. Danny Blind's team will not be going to the European Championships. Ik geloof dat in de historie van het Nederlands voetbal, en we hebben een reputatie hoog te houden, nog nooit zo'n groot chaos. De chaos binnen de KNVB, ik zei het net al, is compleet. Ondanks de 2-0 winst tegen Zweden is het WK in Rusland definitief uit beeld. Het loopt uit op een vernedering. Het loopt uit op een afstraffing. Het loopt uit op een drama. Het wordt geen oranje zo. Nee, en dan is ook nog de vraag, wie blijven er bij het Nederlands elftal? Nou, nu blijkt, is vorige maand al een voortijdig einde gekomen aan de indrukwekkende oranje loopbaan van Robin van Persie. Record international Wesley Sneijder stopt bij het Nederlands elftal. Arjen Robben stopt met voetbal. De generatie die in 2010 en 2014 zo geweldig presteerde op de WK's van Zuid-Afrika en van Brazilië. Zo vaak internationals gestopt en er moeten nieuwe jongens opstaan. En we hebben de talenten, dus ja, dat zal gebeuren. Het kan zo zijn dat we niet meer de allerbeste spelers hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je een heel goed team kunt formeren. En het is allemaal niet zo slecht, zoals wij denken. We moeten weer ervoor zorgen dat we een oranje machine worden. En ja, of het nou met goed voetbal is of slecht voetbal, moet er gewoon een team zijn wat moeilijk te verslaan is. En nu hebben we wel het idee dat we wat kunnen, een resultaat kunnen halen. Nederland komt op 4-2 en de overwinning is binnen. Op magnifieke wijze vecht Oranje zich terug naar die klap. En het geluid komt uit het Oranjevak dat feest zal vieren. Weer in Hamburg vanavond. En Nederland heeft het fantastisch gedaan. En het was een avond om nooit, nooit, nooit te vergeten. Dit is een heel mooi team, wat heel ver kan komen. Ik ben echt enorm onder de indruk van het elftal. Iedereen wil werken voor elkaar en daarnaast hebben we ook heel veel goede voetballers. We zijn een team dat er staat voor elkaar en dat het nooit opgeeft. Ja, ik denk dat we gewoon een team hebben dat altijd blijft gaan, dat voor elkaar strijdt. En ik denk dat dat wel een van onze sterkste punten is. En, ja, het publiek staat er weer achter, heel Nederland staat er weer achter. En hier kunnen we zeker mee verder. Tuurlijk, we hadden natuurlijk al het gevoel dat we op de goede weg waren. Het werd steeds positiever, ook de stemming rondom het Nederlands elftal. Ik vind gewoon dat Nederland hoort en moet zijn op een eindtoernooi. Daar lopen ze, de 11 man, alsof alles zo bedacht is. Alsof alles zo moest zijn. Je voelt dat de spanning toeneemt. Je voelt dat de mensen nu gaan staan voor het Nederlands elftal die uit de catacomben komt. Al zijn er een peloton soldaten dat met een missie naar het front gaat. Het front dat Spanje heet en het front dat men wil gaan verslaan. En sterker nog, men is ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. En voelt het, daar komen direct die matadoren die titel naar Nederland moeten gaan halen. Wat zou het zijn na 74, 78 verloren finale. En daar komt Oranje op het veld. Daar is het Nederlands elftal. En dat is zo mooi om te zien. Dat geeft zo'n fantastisch gevoel. Ja, nu het moment. Ja! Malen! Donny Malen scoort! 3-2 voor Nederland! Ja, natuurlijk. En de kans! En de goal! Ja! Virgil van Dijk maakt die 2-2! Virgil van Dijk! De aanvoerder! Nederland verslaat Frankrijk met 2-0! Want Depay doet het met een paninka. En dan komt de kolom van Malen, tweede paal!